bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Vandaag is de gast Rob van den Heuvel. Rob, je bent van SendCloud. Klopt. Wat zenden jullie naar de cloud? Nou, heel veel pakjes, pakketjes, pallets, brieven, van alles. Leg uit wat jullie doen. Yes. SendCloud helpt online retailers, small en medium-sized online retailers, met eigenlijk het optimaliseren van alles rondom de verzending. Dus eigenlijk zorgen wij ervoor dat ze kunnen competen met Bol.com, Coolblues van deze wereld. Ja, je doet heel veel, je gebruikt heel veel Engelse woorden. Ja, dat is, dat is logisch, want dat is een business waarin je zit. Ja, klopt. Maar als we even een concreet voorbeeld proberen te pakken. Je zegt retailers, dus winkels, zeg maar. Webwinkels. Ja. Neem eens een voorbeeld. Wat doet die webwinkel en hoe profiteren zij van wat jullie kunnen? Ja, nou, een webwinkel verkoopt spullen online, natuurlijk. Wij komen op het moment dat je op de afrekenpagina bent van een webwinkel, komen wij tevoorschijn voor het eerst. Dus je hebt verschillende betaalopties normaliter. En daarnaast hebben we verschillende verzendopties. Wij bieden vaak die verschillende verzendopties aan. Ja, ja. Dus dezelfde daglevering, next day, naar een pakketshop. Dus waar ik kan kiezen tussen, weet ik veel, verschillende creditcard of Ideal. Ja. Dat doet Adyen. Exact. En dan heb ik dat gedaan. En dan zeg ik, nou, wil je vandaag verzenden, morgen, DHL. PostNL, binnen een tijdvak. Whatever, dit kost 4,95, dat is gratis, boven de 50 euro. Dat is een framepje, dat doen jullie. Juist, dat doen wij, daar begint het. En wat gebeurt er daarna? Ja, daarna hebben wij een tool voor de webwinkel, dat ze hun dagelijkse orders kunnen verwerken. Dus net zo efficiënt, of in ieder geval op een efficiëntere manier dan normaal. Om even terug te komen, eigenlijk zijn we ooit gestart vanuit het feit dat we handmatig een hoop data moesten invoeren in ouderwetse systemen van PostNL, en DHL, en DPD, noem maar op. Ja. Dus dat hebben we geautomatiseerd. Dus het maken van labels, zeg maar, soort van postzegels voor pakjes, trackingcodes. Ja. Daarna houden we de consument op de hoogte door middel van e-mails, WhatsApp-messages, noem maar op. Waar het pakketje is. Waar het pakketje is, ja. Yes. En vervolgens doen wij retourneren. Dus waar je normaal PostNL. Je vergeet nog het verzekeren, zeg ik op jullie. Oh ja, kunnen we ook nog, ja. Ja. De 6 stappen van SendCloud. Ja, dat is onze marketingafdeling. Moet je wel in je hoofd weten, hè? Koppel jouw webshop. Nou, dat is dat. Ja. Ja? Klopt. Daar hebben we het over gehad. Dan orders importeren en verzendlabels printen. Ja. Want dat is voor mensen natuurlijk ook best wel ingewikkeld. Ja. En het is natuurlijk automatisch gekoppeld aan de manier wat de consument heeft gekozen. Ja. Dus dat je niet ook maar handmatig hoeft uit te zoeken of een verschillende systemen hoeft te werken. Precies. Er staat gelijk een barcode op voor de betreffende verzender, zodat hij hem kan scannen. Yes. Dat is allemaal gekoppeld via API's aan de backend van die verzender. Ja. Dan stap 3. Ja, ik doe het maar even voor je, want zelf had je ze niet paraat. Nou, stekel. Nou, hij was al bij stap 4. Ja, maar hij wou even kort sluiten. Oh, hij wou het kort. Oké, stap 3. Het verzekeren. Ja. Want dat is voor, als ik een webshop begin, natuurlijk ook een pain in the ass. Ja, je kan ze verzekeren, de orders, maar ik denk dat ongeveer 3% van alle orders echt verzekerd worden op dit moment. Okay. Dus het is maar een kleine add-on. Eigenlijk heel weinig. Ja, klopt. Ja. Een webshop neemt het vaak voor verlies. Het verlies als van een pakje neemt ze voor lief. Ja. Stap 4, labels plakken en versturen. Juist, dan wordt opgehaald op PostNL, DHL, DPD, UPS, noem maar op. Ja, stap 5, versturen een track and trace e-mail. Ja. Dat nemen jullie ook helemaal uit. Ja, heel de communicatiestuk. Op het moment dat een parcel, een pakketje een bepaald status heeft, dan wordt die automatisch. Ja. Kun je een e-mail versturen. Dus stel je voor, pakketjes onderweg, pakketje ligt bij de buren. Al dat soort zaken, die worden ook allemaal afgehandeld. Ja. Ja. En die kun je dan via ons platform weer configureren, aanpassen naar je eigen stijl, noem maar op. Ja, en dan tot slot de retourzending. Ja. Wat natuurlijk een pain in the ass is ook voor de... Ja, voor de retailer, maar ook voor de consument. Dus als je kijkt voor een consument, die moet vaak een retourzending terugbrengen naar een PostNL-punt of een labeltje eventueel nog printen, noem maar op. Wij hebben dat zoveel mogelijk geautomatiseerd. En omdat we al die verschillende logistieke netwerken koppelen, hoef je niet altijd naar een PostNL-punt, maar kun je ook naar DPD of DHL of UPS. Wat het aantal afgeefpunten, zeg maar, van 2.500 naar 6.000 verhoogt. Dus dan zit er bijvoorbeeld hier bij jou om de hoek een DHL-punt, breng het daarin in plaats van post. Hey, het is voor mij eigenlijk vrij evident hoe waardevol het is. Mm-hmm. Maar als ik even terug ga naar het begin, denk ik, waarom zijn jullie dat eigenlijk gaan doen? Ja. Want meestal begin je iets omdat je denkt van of ik los zo'n groot probleem op, of ik heb er zoveel lol in om het te gaan doen. Het is eigenlijk een fantastisch waardevol ding, denk ik. Maar waarom ben je het gaan doen? Nou, wat doe je voor een eigen webshop? Dus eigenlijk alle drie de oprichters, mijn compagnon zijn Bas en Zabi. Ja. Ik en Bas hadden een webshop met telefoonaccessoires. Zabi had los van onze webshop. Wij liepen eigenlijk tegen problemen aan dat we iedere dag 40, 50 orders aan het verwerken waren.
En ja, nadat we dat deden, waren we daar gewoon een uur, anderhalf mee bezig met alleen maar data vanuit het online retail systeem, dus dat is Magento toen de tijd, ja, over te typen naar het systeem van de vervoerders. Er was geen koppeling. Kon niet. Dat was 2012 of zo. Toen dachten we, ja, waarom niet? Alles is aan elkaar gekoppeld. Payments, logistiek moet eigenlijk precies hetzelfde zijn. En ja, vanuit daar zijn we eigenlijk gestart. We konden geen oplossing vinden. We hebben gezegd, oké, wacht even, dat moet aan elkaar gekoppeld worden. Dus je eigen probleem gaan oplossen eigenlijk. Ja, eigenlijk eigen probleem oplossen vanuit, ja, vanuit daar op het al verder natuurlijk ontworpen. Maar we kwamen op een gegeven moment ook hele fora tegen, waar alleen maar klachten op stonden van mensen die hetzelfde probleem hadden. Dus toen dachten we, hey, wacht even. Ja. Is het waarde, hier kunnen wij waarde toevoegen. Ja, dus je bent eigenlijk een probleem voor je eigen webshop gaan oplossen. Ja. En toen dacht je, hey, we gaan naar een platform. Ja, ja. Ja. Toen heel snel de webshop verkocht. Voor heel weinig. Maar, maar je was er niet al vanaf. Ja, ja. Ik studeerde toen ook nog. Dus dat was, Hey, wat ik wel fascinerend vind in jouw verhaal is dat we zeiden heel vaak toen, weet je wat internet er net was. Een van de dingen die het internet ging doen was kill the middleman. Mm-hmm. En wat je natuurlijk ziet gebeuren is dat er allemaal nieuwe tussenpartijen ontstaan. En heel waardevol, hè? Dat ben ik helemaal meteen weer eens. Want eigenlijk als ik gewoon een webshop wil beginnen, met wat dan ook, mm-hmm, maakt niet uit of ik nou handgesneden houtsculptuurtjes maak of iets heel groots bedenk. Ik moet allerlei problemen oplossen. Ik moet payments afhandelen, ik moet weet ik wat, ik moet een site hebben. Ja, ik hosting. Ik moet het ingepakt, inkopen. Ja, housing, Maar jullie nemen een heel specifiek deel ook weer voor je rekening. Ja. Hoe kijk jij aan tegen zo'n ontwikkeling? Van, weet je, dat het allemaal weer versnipperd wordt en weer allemaal in kleine middelmen opgeknipt wordt. Zo. Ja, kijk, aan de ene kant is het natuurlijk, zou je zeggen, een slechte ontwikkeling. Maar aan de andere kant, als wij er niet waren bijvoorbeeld, dan heb je de hele onderkant van de markt in online, in de webwinkels. Die kunnen eigenlijk niet competitief zijn met de grote jongens, omdat ze geen inkoopvoordeel hebben. Niet de services aan kunnen bieden die wij bieden. Ja. Dus... Ja, eigenlijk zou ik zeggen altijd cut the middleman, want dat kost maar democratiseert, geld. Dit democratiseert ook weer, dat is wat je zegt. Ja, dus eigenlijk zou ik zeggen cut the middleman, maar over het algemeen, als wij er niet waren, dan hebben die online retailers echt geen optie. Of jij wel een optie, dat is €6,50 of €7 betalen bij een van de grote vervoerders. En ja, dat schiet niet op als je concurrent bol.com €2,20 of zo betaalt voor een pakje. Dus wat is jullie belangrijkste, je zei van die onderkant van de markt, waar zit jullie grootste doelgroep? Zit die daar, zeg maar de kleinere? Ja, maar we gaan wel langzaam omhoog. Dus je ziet dat we heel erg voor de onderkant begonnen zijn. We hebben nu 10.000 webshops als klant. 10.000? En, ja. Dus in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. En we gaan nu langzaam, krijgen we steeds aanvragen van grotere stores. Die ook, onze software ontwikkelt zich natuurlijk door. Dus je ziet natuurlijk ook de waarde van wat we bieden. Dus één platform naar alle vervoerders. Eén koppeling in plaats van 10. Alles al voor ze gedaan. Ja. Hoe moeilijk is het voor jullie om internationaal? Hè? Je bent vanuit Nederland begonnen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat ieder land weer zijn eigen ingewikkeldheden heeft. Ja. Dus hoe moeilijk is dat voor jullie om internationaal te gaan? Ja, dus wat je ziet is dat wij... ieder land dat we ingaan, dat wij met de grote vervoerders om tafel moeten zitten voor een overeenkomst. Dus dat duurt altijd wel even. Helemaal met de marktleider. Dus vaak in België Bpost, of in Duitsland DHL, Deutsche Post, of in Frankrijk Coppelissimo, La Post. We moeten daar overeenkomsten mee krijgen. Vervolgens hebben die allemaal aparte koppelingen. Dus iedere keer een nieuwe API integreren. Andere manier van werken. Sommigen werken met kilostal. Dus het is best ingewikkeld. Ik zal niet heel ver in detail gaan, maar het is best wel ingewikkeld om internationaal te gaan. Maar als je eenmaal een paar landen hebt, dan heb je de basis al staan. Zeg maar. Dan heb je alles een keer gezien. En dan wordt het een stukje makkelijker. Ja. Waar is het voor jou jullie grootste uitdaging? Wat zijn zeg maar de moeilijkste dingen voor jullie, de moeilijkste hobbels om te nemen? Ja, dus het ene is internationalisering. Dus we zitten nu in Duitsland en Frankrijk met een kantoor. We willen daar marktleider worden. We hebben daar allebei een local, zeg maar, een lokaal bedrijf, wat daar al een tijdje zit. Dus daar boksen we tegenop. Daarnaast is het super klassiek, goede mensen vinden. We hebben zo'n 35 vacatures openstaan. En heel eerlijk, om echt aan topnotch mensen te komen, die werken allemaal overal. Ja. Dat blijft een uitdaging. En de partij, we hebben hier natuurlijk al vaker partijen aan tafel die internationaal gaan. Mm-hmm. Dan horen we eigenlijk ook altijd terug dat de cultuur een ingewikkeld ding is. Je denkt eigenlijk gewoon, het is technologie die je doet. Mm-hmm. En dat,
Oké, je moet eventjes met de lokale marktleider praten, maar is dat eenmaal opgelost. Het lijkt een stuk simpeler dan het is. Cultuur speelt een hele belangrijke rol, een belangrijke belemmerende rol ook, zeg maar. In ieder geval eentje die je moet overwinnen om internationaal verder te gaan. Wat voor ervaring hebben jullie daarover? Dat dachten wij dus op het begin ook, want wij natuurlijk voordat we internationaal gaan een beetje onderzoek gedaan. Ja. Maar eigenlijk, het valt heel erg mee. Okay. Dus misschien komt dat ook omdat webwinkels gerund worden door relatief jonge mensen, relatief ondernemende mensen. Webwinkel software is vaak Engels. Dus die zijn al op een bepaalde manier internationaal minded en ondernemend en die willen vaak nieuwe dingen proberen. Dus voor ons valt het cultureel wel mee. Wel zie je bijvoorbeeld in Duitsland dat er veel meer behoefte is aan een salesgesprek of aan advies. En in Nederland is het veel meer van, hey, we proberen het even, ik log gewoon in, ik maak een account aan, kost niks. Dus dan, En in Duitsland is het echt afwachten en ook heel erg privacy georiënteerd natuurlijk. Ja, in Duitsland is het heel belangrijk. Heel belangrijk, ja. Impressum, datashoots en noem maar op. Het verhaal doet me in vele opzichten dan weer allerlei andere verhalen hier aan tafel denken. Maar we hadden een tijdje geleden, de naam van het bedrijf is me ontschoten, maar die deden allemaal koppelingen met de back-end systemen van de grote shippingbedrijven. En ging het eigenlijk, weet je wel, automatiseren dat je gewoon een container van A naar B kunt shippen. Ja. Want nu moet je een vervoerder bellen en alle vijf stappen in zo'n keten, weet je wel, zijn nou ingewikkeld. Daar leven natuurlijk die tussenhandel leeft daarvan. En door koppelingen tot stand te brengen met die partijen, kun je dat op een gegeven moment gaan automatiseren. Ja. Dat is eigenlijk het principe wat jullie ook doen. Hoe ingewikkeld was dat? Want om met al die vervoerders natuurlijk back-end koppelingen tot stand te brengen, dat is natuurlijk nogal een dingetje. Ja, de kwaliteit verschilt heel erg. Eén, willen ze het. Twee, is de techniek er klaar voor? Drie, hoe werkt dat dan in de praktijk? Ja, wat je zag is dat bijvoorbeeld in PostNL waren een van de eerste bedrijven die op een API mocht koppelen. In 2012 hadden ze net hun eerste API gelanceerd. Ja. Je ziet heel veel wisselende kwaliteit. Je ziet dat sommige vervoerders echt nog op jaren 80 systeem draaien. Ja. En andere op gewoon moderne, nieuwe REST API's. Dat varieert. Het is niet heel makkelijk, want iedereen heeft zijn eigen structuur, manier van werken. Dus het kost wel wat effort, maar het is te doen, zeg maar. Ze blokkeren het wel af en toe. Dus dan zeg ik, luister, laten we het niet doen. Ja, wat is vanuit het perspectief van de vervoerder het voor en tegen om met jullie in zee te gaan? Nou, voor, je hebt verschillende, dus één aanspreekpunt voor al die kleine klanten. Ja. Dus geen gehassel met facturen, die nemen wij voor onze rekening. Ja. Geen servicevragen. Hey, bij een update van de API, dan moet dat veranderen, we hoeven ze alleen maar jullie te bellen. Precies. Dus dat is allemaal gecoverd. Ja. Aan de nadeelkant is het kost een marge. Ja. Dus zo zien ze het ook. Ja, want die 7,50 die het je anders kost, precies. Ja. Ja. Dus je bent een concurrent en tegelijkertijd een partner. Ja. Ja, dat doet me heel erg aan dat shipping verhaal denken, want daar ging het exact over dezelfde. Waar was het toevallig, Shipple of Flexport? Ik weet niet, misschien. Nee, het was echt boten, toch? Ja. Ja, ken ik. Het vanuit Rotterdam. Voor mij was het. Johan, hoe heet die club? Oh, Johan Google eventjes. Ja. Of kijk gewoon eventjes bij je vastmoeten. Maar het was volgens mij een vanuit de Rotterdamse haven geïnitieerd traject. Ja, maar goed. Maakt niet zoveel uit. Je moet even op Twitter kijken. Het gaat om, we zien natuurlijk een paar algemene principes hier. En dat vind ik ook interessant aan. Van dat, je gaat enerzijds ga je concurreren met die bedrijven. Ja. Want die verdienen hun geld aan het ingewikkeld maken van hun processen. En de klanten hebben ze toch nodig. Ja. Maar inmiddels heb je ze volgens mij allemaal op je platform, of niet? Ja, bijna allemaal. Mis je er nog grote vervoerders? Niet echt. Niet echt. De belangrijke business to consumer, dus die naar consumenten vervoeren, die hebben allemaal ons platform hangen. Ja, ja. In alle landen. Ja. Ja. En geef mij eens een beeld van waar nou het meeste werk voor jullie in zit. Van, ben je nou doorlopend bezig met de API's die geüpdate worden en niet meer werken? Zijn er elke dag 20 bugs in die back-end systemen? Of waar zit die 55 man, waar zijn die allemaal mee bezig? Ja, het is tegenwoordig 75. Ik loop al een jaar achter waarschijnlijk. Maakt niet uit. Maar als je kijkt, aan de ene kant hebben we natuurlijk een hoop integraties met de online store systemen. Daar heb je nog wel zoiets een bug in zitten, omdat een online retailer zelf iets gebouwd heeft of iets niet helemaal loopt. Aan de andere kant heb je dus die vervoerders. Ja. Daar zit wel wat onderhoud in, maar dat is niet waar iedereen mee bezig is. Dus vanavond nieuwe features bouwen. Dus bijvoorbeeld in insurance of iets dergelijks. Dus iets nieuws. Nou, dat was gebouwd. Het bouwen van nieuwe koppelingen. Het sluiten van nieuwe landen.
Dus we zijn heel druk bezig om de UK in te gaan. Verder hebben we natuurlijk een hoop sales, customer service, marketing, personeel. Dus ik denk dat we tot 15 FTE op development hebben zitten. Ja. En de rest is eigenlijk commercieel slash... Eventjes inhakend. Johan Schaap zegt... Schiphol was het bedrijf. Ja, en ken ik al. En Habits was de gast die hier aan tafel zat. Ja, die ken ik al. Die hebben toevallig... De Bom heeft ook in hen geïnvesteerd een tijdje geleden. Ja, oké. Okay. Daarvan ken ik ze. Ja. Daar heb ik toevallig een etentje mee. Nou, een mooi bruggetje naar jullie eigen verhaal. Want jullie zijn natuurlijk met z'n drieën dit begonnen. Ja. Dat verhaal heb je verteld. Vorig jaar in de zomer kwam het moment dat jullie een investering hebben opgehaald. Een grote investering. Ja. Daarvoor heb je natuurlijk ook al een keer... Ja. Wat angel geld, denk ik. Ja, klopt. Vorige keer was 5 miljoen, daarvoor hebben we het 1,5 opgehaald en daarvoor nog een keer 5 ton van het zadel. Maar vorig jaar zomer was echt die 5 miljoen, een grote investering. Ja. Hoe komt zoiets tot stand? Dat vind ik gewoon interessant om te weten, want je bent natuurlijk eindeloos aan het bouwen en geld verdienen en investeren. Ja, geld verliezen eigenlijk. Hè? Geld verliezen, ja, maar goed. Geld investeren. Wanneer verdien je nou genoeg om het zelf te kunnen financieren? Ja. Vertel er eens wat over, hoe dat proces gaat. Nou, zo'n proces gaat eigenlijk als volgt. We hebben een bepaalde financieringsbehoeften, dus we hebben een bepaalde idee van oké, dit hebben we ongeveer nodig. We kenden echt al een aantal visies, waar we al een tijdje contact mee onderhouden, dus die volgen ons al een tijdje. Toen zijn we eigenlijk daarmee in gesprek gegaan. Ja, dan ga je verschillende gesprekken doorheen. Uiteindelijk kom je bij een bepaalde onderhandeling, krijg je een termsheet. In een termsheet staan alle voorwaarden op, initieel, van een dergelijke investering. En dan onderhandel je verder over details en een nieuwe aandeelhoudersovereenkomst en dan krabbel eronder. Ja, dat snap ik, hoe het proces werkt. Ja. Maar wat zijn de dilemma's die je hebt? Kijk, ik lees tegenwoordig ook steeds meer berichten dat jij deelde het laatst nog via je handpikt, weet je... waarom zou je zoveel investeringen moeten willen nemen? Mm-hmm. Het heeft heel veel nadelen. Ja. Je verwatert enorm als founders. Ja. Waarom wil je dit op deze manier? Ja, kijk, als wij het niet doen, dan schaalt iemand anders in Europa schaalt verder uit met wel investeringsgeld. Om snelheid te maken. Het is om snelheid te maken. Het is om sneller te gaan dan de concurrentie. Dus het is niet per se dat ik nou heel erg zit te wachten op 5 of 10 of nog een investeringsronde. Maar als je Europees wil uitbreiden, dan kost het gewoon geld. Dus je moet nu mensen neerzetten voordat je überhaupt iets verdient. Je moet dingen gaan bouwen voordat je iets verdient. Het is heel veel recurring revenue, oftewel heel veel herhalende pakjes die wij versturen. Dus ja, de kosten gaan zeg maar voor de baten. Maar jij zit dus vol en daar wil ik, dat, mm-hmm. dat vind ik het intrigerende in de redenering. Mm-hmm. Van weet je begint iets, je doet dat in Nederland, je moet snel een scale-up worden, dan moet je Europees en dan moet je de wereld veroveren. Zo was ik niet. Hoe was het dan? Ja, het was gewoon zo. We zijn een bedrijf gestart. Ja. Met z'n drieën. We bouwen dat uit. Het is leuk. Wat gebeurt er dan onderweg? Ja, op een gegeven moment kwamen we inderdaad Startup Bootcamp tegen. Nooit van gehoord toen dat tijd, in 2014. Ja. Dus toen ben ik meegedaan. En toen Ruud pas Hendricks kwam, en... Ja, Ruud Hendricks, Patrick de Zeeuw. Ja. Toen pas kwamen eigenlijk in aanraking met het hele investeringswereldje. Toen is het eigenlijk een beetje gaan dagen. Dus oké, we kunnen nog sneller gaan met investeringsgeld. Dus we hadden toen 6-7 in dienst. We konden gewoon betalen met onze cashflow en dachten, ja, waarom zou je verliezen gaan maken? Wat moet je doen met een miljoen? Geen idee. Maar inmiddels heb je al een idee gekregen. Inmiddels weet je wel wat je met een miljoen moet doen. Ja, het gaat al sneller uit dan je denkt. Ja. Ja, maar voel je er ook comfortabel bij? Ja. Je raakt eraan gewend, moet ik zeggen. Dus op een gegeven moment, het is wel een hoop geld. Je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid ook richting die investeerders om... Hè? Goed voor je tent te zorgen. Nee, maar het spelkwartier is voorbij. Kijk, als je met z'n drieën bent en je hebt een paar mannen in dienst, dan is leuk. Heb je ook een hoop plezier en het is wat ongecompliceerder. Nu heb je aandeelhoudersvergaderingen en mensen de spreadsheets domineren het verhaal. Dat is een beetje een cliché, maar dat valt heel erg mee. Ja? Dus ik moet zeggen, we hebben best wel goede aandeelhouders. Ja. Dus nog steeds op het kantoor best wel veel lol. Dus het kan samengaan. Ja, denk misschien als het slecht gaat, een periode slecht gaat, dat het dan anders wordt. Verhaal, dus dan krijg je misschien een andere... Ja, even een heel andere kant. De maatschappelijke vraag. Mm-hmm. Het is leuk al dat jullie dat bezorgen allemaal nog efficiënter gaan maken met 1001 verschillende vervoerders. Ja. Maar de grote irritatie van de gemiddelde Nederlander zijn al die kutbusjes die door de straat rijden. Ja. Ergo, vraag van Johan Schaap. Gaan jullie ook meehelpen om de dichtslippende binnenstad op te lossen? Ja. Al die bezorgwagens die achter elkaar een pakketje afleveren van een verschillende leverancier. Ja, daar zijn verschillende initiatieven voor.
maar niet per se vanuit ons, als ik heel eerlijk ben. Dus waarom niet? Ja, zo groot zijn wij nog niet dat we dat kunnen regelen, zeg maar. Wat je wel ziet is dat er verschillende city-distributie dat er komt. Dus dat vanuit één depot heel de stad wordt gaan beleverd. PostNL zie je investeren in, en DHL trouwens ook in elektrische voertuigen. Ja. Dus die verantwoordelijkheid ligt meer bij hun, bij ons. Wij versturen bijvoorbeeld wel, ik weet wel dat het aantal voerders alles groen versturen. In ieder geval CO2-neutraal. Maar voordat ik nou zeg, oké, die verantwoordelijkheid ligt niet bij jullie, maar bij hun. Mm-hmm. Jullie zijn dus een van de weinigen. Mm-hmm. Weten jullie precies wat er in die systemen van al die verschillende aanbieders gebeurt. Ja. Dus jullie hebben misschien wel beter inzicht dan een individuele vervoerder. Ja, op je bedoelt op dichtheid en op aantal pakjes per... Dus er ligt daar niet juist de verantwoordelijkheid bij integratiepartijen zoals jullie? Ja, dat zou je misschien wel kunnen zeggen. Zo heb ik er heel eerlijk gezegd nog niet over nagedacht. Ja. Ik wilde eventjes de langste stilte in deze uitzending laten vallen. Ja. Maar ja, dat is, ik zou zeggen, wat wij natuurlijk doen, het zijn gesprekken. Dus het is mooi van als we wederzijds op gedachten worden gezet. Ja. Als ik jou nu eens praat, dat is iets wat in mijn hoofd rondgaat. Je zegt van, dat is het 2012? 2012, oktober 2012 echt gestart. Ja. Maar alles wat jij eigenlijk nu zit te vertellen, mm-hmm. heb je eigenlijk in de praktijk allemaal geleerd, toch? Ja. En weet je wel, je hebt grote ervaringen die je hebt opgedaan, of dan met investeerders en andere mm-hmm. dingen. Maar je bent eigenlijk met je eigen kleine webshopje begonnen. Ja. Wat zijn de belangrijkste lessen die jij geleerd hebt? Poeh. Nou, noem er eentje. Wat, als je nou terugkijkt, of je moet iemand die morgen van start wil gaan met iets... Ja, gewoon beginnen, dat is stap 1. Ja. Ik zie heel veel mensen die tegen mij komen vertellen, ja Rob, ik heb een idee... Begin dan. Ja. Dat is een van de makkelijkste dingen. Ja. En verder, als je helemaal personeel hebt, als het niet matcht, alsjeblieft op tijd ontslaan. Anders krijg je hele slepende, vervelende trajecten voor beide partijen. Maar dat is misschien meer iets, dat heb ik ook al moeten leren. Ja, maar dat is wel iets wat je geleerd hebt dus. Weet je wel? Je zit normaal gesproken, denk je misschien van, het ook niet te moeilijk doen, laten we wel proberen of het goed komt. Maar jij zegt nu eigenlijk... Als het niet matcht, even goede vrienden, geef die lieve persoon 2-3 maanden salaris mee en zeg hey succes. Ja. En dus dat. En daarnaast niet te vroeg internationaal gaan schalen. Zorg eerst voor dat je core organisatie, dat gewoon goed staat en dan gaan. Ja, is dat zo? Ja. En waarom is dat zo? Er is een cliché over Nederland. Van Nederland is een soort van testing ground. Mm-hmm. Hè? Het is een kleine omgeving, dus je kunt... Maar jij zegt het niet alleen de cliché, jij hebt het ook wel zo ervaren eigenlijk. Ja, kijk, ik heb het ervaren dat wij zijn eigenlijk te vroeg richting Duitsland gegaan. Dus we waren eigenlijk nog klaar voor Nederland. Als ik terugkijk, we hebben best veel mensen gehad, denk ik, die Duitsland geprobeerd hebben en wat een lastig te nemen omgeving geweest is. Ja, we hebben daar dus eigenlijk zijn we daar in maart 2015 of zo een keer zijn we daar begonnen. Compleet verkeerde mensen aangenomen. Heel naïef gedacht vanuit Berlijn. We zetten er al een groepje neer die dat voor ons gaat regelen. Maar heel eerlijk, de hele productorganisatie was er gewoon niet klaar voor. En de salesorganisatie ook niet. En de customer service, dat was gewoon niet klaar. Ja. Dus toen hebben we eigenlijk iedereen weer teruggehaald naar Eindhoven, centraal getrokken. En vanuit daar opnieuw opgebouwd en dan weer teruggegaan naar München uiteindelijk. Dus, hoe gaat het nu dus met Duitsland? Goed. Heeft wel veel tijd. Ik heb daar zelf 7 maanden gezeten om het op te zetten samen met die... Met die Duitse jongens, en vrouwen. Ja. En wat is er dan zo ingewikkeld aan Duitsland? Nogmaals, want Erwin zei al, we horen het vaak. Ja, als Nederlander denk je in ieder geval na over een impressum op je website. Over hoe Duitsers over privacy denken. Ja, daar denk je al van tevoren iets over na. Dat is 1. Vervolgens, je bent gewend dat je 500 nieuwe shops zich aanmelden iedere maand. In Duitsland meldt bijna niemand zich zomaar aan. Ja, nu inmiddels wel, maar toen niet. Je moet een bepaalde naastbekendheid hebben. We hadden geen niet de juiste Duitse voerders gekoppeld. Dus dat heb ik een vraag aanbod. Dat matchte ook al niet. Ja, dus gewoon niet goed. Heel simpel, het is eigenlijk onze eigen schuld. Ja. Duitse vertaling. Dat is duidelijk. Als je nou kijkt naar je internationale roadmap. Want jullie hebben die 5 miljoen vorig jaar ook echt opgehaald voor de internationale groei. Ja. Waar zitten dan je speerpunten de komende periode? Dit jaar willen wij marktleider worden in Frankrijk en Duitsland. Ja. Dus daar heel hard doorschalen. En eigenlijk eind Q4 willen wij nieuwe markten erbij pakken. Ja, waarschijnlijk richting de UK. Ja, de UK. Ja.
Hey, marktleider worden, dat klinkt fantastisch, maar ja, wie zijn je grootste concurrenten op dit gebied? We hebben een Spaanse concurrent, heet Packlink. Ja. Die zit ook in meerdere landen. Je doet exact dat zelf? Ongeveer hetzelfde. We zijn eigenlijk begonnen als consument kun je daar een pakje aanmaken op een website. En dan kun je naar een andere consument sturen. Of naar jezelf of whatever. Ja. En die zijn er in 2015 omgegaan naar van meer ons model. Dus bedrijven naar consumenten. Hebben iets van 22 of 23 miljoen investeringen opgehaald. Zo. Dus ja. Dat is wel een mooie ontwikkeling. Die zie je van 160 mensen personeel teruggaan naar 80. Ja? Ja. Dus mooie ontwikkeling. En verder zie je, in iedere markt heb je eigenlijk een lokale speler die er al een aantal jaren voor ons bezig is. Dus je ziet in Duitsland ShipCloud, hebben we bijna dezelfde naam. Ja. Kenden ze niet. Je ziet in Frankrijk, zie je Boxtal heet het. Dus je hebt echt maar lokale partijen waar je tegenop bokst. Ja. Maar goed, dat is een kracht hebben. Je hebt een vergelijkbaar probleem overal op te lossen. Ja. En weet je, normaal gesproken zou ik denken, als je nu zou beginnen, zou je misschien afvragen, moeten we wel zo'n complex probleem proberen op te lossen? Mm-hmm. Maar als je het complexe probleem oplost, dan los je het ook meteen op voor een hele grote partij. Is dat wat jullie toegevoegde waarde is? Ja, ik denk het wel. Het is best relatief complex. En inderdaad, wij lossen het hele logistieke probleem op in één keer. Dus niet dat je een kleine tool hebt voor dit, een kleine tool hebt voor dit, een kleine tool hebt voor dit. Het is gewoon één keer heb je het, als het goed is, afgehandeld, geregeld. Verlang je wel eens terug naar je eigen kleine webshopje? Niet naar de webshop, maar wel naar de tijd dat we met 10, 15 mensen zaten. Af en toe denk ik wel, ja. Ja, waarom? Ja, dan heb je echt een heel sterk familiegevoel. Dat is er nu nog steeds wel, maar wel in mindere mate. Ja. En er komen zoveel nieuwe mensen bij, dat je, ja, om dat te behouden, vinden we heel erg belangrijk. Maar dat is gewoon moeilijk. Dat is heel moeilijk, ja. Dus dat is daarom. En heel veel onzin op kantoor toen. Ja. Oké, nou hartstikke mooi verhaal. Dus als we de slotvragen, als we je over een jaar uit zouden nodigen, dan zitten jullie in Londen met een kantoor. En, Ja. Hoe ver ben je met de plan? Niet ver. Ja, we weten een beetje wat. Ja, maar je hebt de volgorde aangegeven. Eerst Duitsland, Frankrijk. Ja, en die Britten zijn nog arroganter misschien wel dan elk ander land, toch? Ook een hele moeilijke markt. Moeilijke markt, hè? Heel veel vervoerders. E-commerce lopen ze voor in plaats van... Duitsland loopt achter, hè? Veel Duitsland loopt achter, Frankrijk loopt achter, België loopt achter, Oostenrijk loopt achter. Dus dan heb je ook in een markt die voorloopt, heb je de meeste partijen hebben al iets ingeregeld. Precies. Dus dat is een uitdaging. Spannend. Ja. Mooi man. Heel veel succes daarmee. Ik kom het graag nog een keer weer vertellen. Dat is goed. Ja. Hey, dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd de sponsors. Stekel. Ik heb een heel ingewikkeld biertje dat Dead Guy Ale Rogue heet. Is het lekker? Dat is heel lekker. Absoluut. Okay. We danken dat natuurlijk aan Bier & Co, onze biersponsors. We danken zoals altijd Freedom Lab van waaruit wij uitzenden. Steekjes en... Wat ben je aan het doen, Martinez? We danken Martinez voor het instarten van de eindlieder. De eindlieder en de beginlieder. We bedanken Jetstream uit Groningen voor de livestream. Missing what? Heb je de hosting gedaan? Ja, PQR. Ja, en Martinez. Ja, dankjewel.